De benoeming van Sigmund Proeven als governor van de centrale bank zou een mogelijk effect kunnen hebben op andere organisaties, met name op de Surinaamse bank. Dit zei de voorzitter van de centrale bank werknemersorganisatie CWO, Robbie Berendstein. Hij was vanmorgen aanwezig bij de spontane prikactie van het personeel van de moederbank. Berendstein verklaarde dat de bond unaniem achter het personeel staat en de eisen overneemt. Bankmedewerker Shafiq Hasnou zegt dat deze actie is voortgevloeid uit de storm van negatieve reacties die richting de bank worden geuit. Hasnou vraagt zich in gemoede af of ze serieus worden genomen. Hij haalt als voorbeeld aan dat een governor wordt ontslagen vanwege malversaties en een nieuwe wordt benoemd die een soortgelijke achtergrond heeft. En dan vraag je je wel af van in hoeverre met onze onafhankelijkheid. Hoe kunnen wij ons tot uiting komen in ons werk als monetaire autoriteit, doordrukken van regels, zorgen ervoor dat de hele financiële sector afgestemd is op ons. En dan is er niet eens vertrouwen van binnenuit. Dan vraag je je wel af van hoe verder. Dat was eigenlijk ons hoofddoel. Het is een eerste stap geweest natuurlijk. Ik denk wel dat de opkomst goed was, van personeel vooral. Want wij leiden er dagelijks onder. Niet alleen personeel, ook de gemiddelde Surinamer leeft elke dag in onzekerheid van hoe verder met onze munt, wat gebeurt met de koers en dergelijke. En dan wij als centrale bankiers worden dagelijks, er worden dingen naar ons hoofd geslingerd over Pamonide en waar is die Range Rover, is het thuis bij jou, dergelijke. En ons werk zelf stagneert ook elke keer, want we moeten elke keer weer opnieuw beginnen, stoppen, weer opnieuw beginnen. Elke keer weer wat anders, want wij worden afgestemd op de leiding. Vakbondsvoorzitter Berendstein gaf aan dat deze prikactie een signaal moet zijn naar de autoriteiten dat de bond niet van plan is om alles te accepteren. Hij zegt dat deze kwestie niet goed is voor het personeel, de sector en de totale samenleving. Laten we een autonome bank hebben met integer leiderschap. En die twee dingen gaan hand in hand. Ja, dus we zeggen niet alleen maar van hier en benoem een tramang. Nee, benoem een tramang die kan functioneren in een situatie van onafhankelijkheid. Ja, en daar heeft ieder belang bij. En dat is onze strijd. En de boodschap die vandaag hier is afgegeven, is eigenlijk het begin van het gaan naar een onafhankelijke organisatie. Berendstein benadrukt dat hij niet praat over de kennis en ervaring van Proeven. Waar hij over valt is dat er in het verleden dingen zijn gebeurd die zijn functioneren moeilijk maken. Eén daarvan is de kwestie van de bankwet. Op social media heb je een heleboel dingen die nu worden gezegd. Ik denk dat voor de persoon zelf het niet goed is. Ik zou hem adviseren om terug te komen op zijn eerder besluit. Want van de president hebben we begrepen dat hij in eerste instantie niet wilde. En hij heeft er later toch voor gekozen. Dus ook ter bescherming van zichzelf zou het beter zijn dat hij zegt van hier en dan, ik doe een pas op de plaats. Intussen is bekend geworden dat Sigmund Proeven heeft bedankt voor de functie. Vanaf president Desi Bouterse zondag zijn mogelijke benoeming had bekendgemaakt, is er kritiek losgebarsten. Waarschijnlijk heeft ook de prikactie van het CBVS-personeel ertoe geleid dat Proeven heeft bedankt. De regering is nog niet met een officiële statement uitgekomen ten aanzien hiervan.